Kom naar het Vlaanders Dressage Event. Van 19 tot 21 augustus op de treinen van Stal Hulsterlo in Neerdonk. Voor de Belgische kampioenschappen dressuur. Met grote namen uit de topdressuur. Zaterdagavond is het showtime met Stars on Horses. Gepresenteerd door Carrie Goossens en tal van bekende gasten. Inkom is gratis. Luc, kan je ons eens vertellen wat we daar allemaal zullen kunnen verwachten volgende week? Oh, dat is een heel, heel uitgebreid programma. De basis is uitsluitend dressuur. Elke ruiter die er komt is een dressuurruiter. Wij starten met jonge ruitertjes van 8 jaar tot 16 jaar. Dan een categorie van iets oudere ruiters. Dan ja. De jeugd die gaat tot 21, die noemt men young riders. Nu zijn ondertussen 10 en is hij natuurlijk ook beter geworden, sterker geworden in zijn oefeningen. En ik kan nu ook toch beter rijden dan vroeger. Momenteel staat Brisson in de top 3 en hoopt ze in de kuur het verschil te maken. De jonge Amazone zit vol vertrouwen, want ze heeft net een geslaagd EK achter de rug, waarin ze een 13e plaats in de finale haalde. En tijdens dat EK reed ze ook voor de eerste keer haar nieuwe kuur. Dus ik zag het EK, dus de finale dan ook zo'n beetje als oefening eigenlijk, van oké, hoe moet ik dan mijn kuur rijden op BK, waar moet ik dan op letten, allee, hoe moet mijn tempo dan zijn en zo van mijn paard? Maar het is uiteindelijk een uitmuntende Brecht Dore die de kuur freestyle wint. Dore verzamelt ook het meeste punten over de 3 proeven en volgt zichzelf op als Belgisch kampioen bij de Young Riders. Saïdja komt dus nog net iets te kort voor de absolute Belgische top. Titel verdedigen brengt altijd ietsje druk met u mee, maar ik ben blij dat het gelukt is. Zeker zoals hij de eerste 2 dagen liep, ben ik heel tevreden. Het geluk hebben dat de ganse elite van de Belgische dressuurruiters echt bij ons nu komen rijden. Ja. De geschiedenis is de eerste keer uiteindelijk dat wij zoveel echt goede topruiters hebben op internationaal niveau. En zoals tennis bekeken wordt via Wim Kleisters, zijn er dan ook kinderen die graag tennis beginnen spelen. Wel, bij ons geldt dat ook uiteindelijk. Wij merken echt waar dat er zeer veel interesse is. De Belgische kampioenschappen zijn een voorbereiding op Kentucky, waar dat dan de wereldkampioenschappen zijn. Dus bij ons zijn er 3 ruiters die naar Kentucky gaan op het normale dressuurrijden. Dat zijn Jeroen de Vroe, Filip Jorissen en Stefan van Ingelgem. Ja. En dan, waar dat wij ook dus bij ons een zeer grote aandacht aan besteden in ons kampioenschap, is het feit dus dat wij voor de eerste keer in België het Belgisch kampioenschap para-equestrien organiseren. Dat zijn dus dressuurkampioenschappen voor minder valide ruiters. Paralympics gewonnen heeft in 2008. Ja, wij hebben dus een show in elkaar gestoken, dus dankzij Carrie, waar dat we het ernstige trachten te koppelen aan de humor. Ja, een beetje. De dressuurwedstrijden zelf zijn voor mensen die daar volop mee bezig zijn, dat is heel boeiend om te zien. Maar iemand dat er niks van af weet, denkt van wat is er nu zo boeiend aan wat die man of die man doet. Dus een breder spectrum op te trekken. Hebben we de zaterdagavond gaan we een soort van showgedeelte introduceren. Zeer gevarieerd, waar we diverse disciplines laten zien. We laten bijvoorbeeld iemand tandem rijden op 2 tinkerpaarden. Tinkerpaarden zijn Ierse trekpaarden, Ierse boerenpaarden. Maar tandem rijden wil zeggen, je leidt met je hand het voorste paard, maar je zit op het tweede paard. Dat is een heel moeilijke discipline. Wow. Dat is een heel, heel moeilijke discipline. Er zijn ook demonstraties met koetsen, zijn er. De Thunder Guys zijn er. Dat zijn mannen die spectaculaire cowboy-dressage doen en spektakel doen. Er is ook Philippa Johnson, waar we het net over hadden, die Olympisch kampioene dressuur geworden is. Een Zuid-Afrikaanse die veel in België werkt, maar die eigenlijk van een enorme klasse is. Die ook met een heel. Allez, ik bedoel. Met een enorme ervaring werkt met de handicap die zij uiteindelijk heeft. Een paar ludieke dingen zoals er wordt een koordwedstrijd georganiseerd tussen 2 Brabanders en een deel van het publiek. Ah zo, zalig. Ja, en Jack Russell Race. Jack Russell Race. Jack Russell Race ook en zo. En dan als laatste punt gaan wij met 6 BV's gaan wij trachten een carousel te rijden. Een carousel is een samengestelde dressuurfiguur, dressagefiguur.
Met 6 Brabanders. Dan gaan we verder dus met vrijdag, zaterdag en zondag. Waarbij eigenlijk zondag, zaterdagavond de show is. En zondag het op de kuur op muziek van alle... Vlaanders Dressage Event. Van 19 tot 21 augustus op de treinen van Stal Hulsterlo in Meerdonk. Voor de Belgische kampioenschappen dressuur. Na de derde proef toch met 1 punt voorsprong. Het zilver is dus voor Van Ingelghem en Jorissen pakte brons. De tegenstand van Stefan was ongelooflijk sterk. We zitten natuurlijk ook, de drie die op het podium staan, we zitten natuurlijk ook met een probleem dat we niet helemaal klaargemaakt naar hier konden komen, omdat we binnen een paar weken naar het wereldkampioenschap moeten. Dus het was allemaal een beetje dubbeltjes op de kant. Ik ben, zoals veel mensen weten, in Vlaanderen een grote paardenliefhebber. En ik was dus ook heel tevreden dat men hier vroeg in Meerdonk, Kieldrecht, om mee te werken aan het Vlaanders Dressage Event. Een ander woord voor het Belgisch kampioenschap dressuur. Niet om mee dressuur te rijden, maar om het showgedeelte. Can't wait.